We waren bij de MTV enkele weken geleden te gast bij het 10-jarig jubileum van de vrijwilligersorganisatie Stichting TES. Het feest werd toen aangeboden door sponsors, vrienden en vrijwilligers. Maar waar staat TES voor? De Stichting TES staat voor een organisatie die 10 jaar geleden in het leven is geroepen om kinderen met een beperking, in de breedste zin des woords, de mogelijkheid te bieden om dolfijnondersteunende therapie op Curaçao te volgen. En aangezien dat nogal kostbaar is en voor veel mensen met een normaal inkomen niet te betalen is, zorgen wij voor een financiële tegemoetkoming voor elk gezin. Maar we hebben kinderen met een gedragsprobleem. Kinderen die door een ongeval hersenletsel hebben opgelopen en op een of andere manier minder functioneren. Kinderen die een algehele ontwikkelingsachterstand hebben. Oftewel vrij breed een kind met een beperking. Ja, het zijn merendeel zorgaande kinderen. Wij hebben als bestuur gevonden dat we de leeftijdsgroep tot 18 jaar beperken. Omdat de kinderen dan de meeste kans hebben voor in hun toekomst. We geven ze de kans om uiteindelijk in de toekomst beter te kunnen functioneren. Jan, ik hoorde van de voorzitter dat jij naar Curaçao bent geweest. Ga je iets vertellen? Jij hebt allemaal gezien hoe de therapie in elkaar zit en hoe de mensen zich gedragen. Vertel eens iets over Curaçao en de therapie. Nou, de therapie wordt inderdaad in Curaçao gegeven. Dat doen we om een aantal redenen. Reden 1 is dat daar de mensen Nederlands spreken. En onze kindjes willen graag therapie hebben van mensen die ze kunnen verstaan. De tweede dat de dolfijnen in de natuurlijke water zitten, dus in een zeebassin. En als ze willen kunnen ze over het muurtje springen, kunnen ze weg. Dan worden ze eigenlijk in principe niet gevangen gehouden. En omdat er een stukje herkenning in zit, er een herhaling in zit. Omdat ze 2x5 dagen achtereen 2,5 uur per dag therapie hebben. Is deze therapie al heel oud? Is in een andere vorm misschien? Nee, deze therapie op zich bestaat 12 tot 13 jaar. Is ontstaan in Amerika. Door een man die dokter was of dolfijntrainer was bij het leger. En die stond op een gegeven moment met een dolfijn in een bazin. Die was hij aan het trainen. En toen kwam er een van de militairen, zal ik ze noemen. Die woonde in Amerika in de kazerne. Die zat in de rolstoel aan het bazin. En die dolfijn had geen aandacht meer voor de trainer, maar wel voor het kindje in de rolstoel. Dat vond hij zo interessant. En daaruit is hij gaan kijken, hoe komt dat nou? Heeft hij allerlei testen gedaan. Uiteindelijk bleek dat een kind die contact had met een dolfijn 4 keer sneller leert door een stukje adrenaline. Maar ook doordat een dolfijn tegen de handpalmen, tegen de voetzolen aanduwt. En daar geluidjes maakt. En die geluidjes zorgen voor een soort trillingen. En een psycholoog, Nicole Lemmerman uit Duitsland, heeft aantoonbaar gemaakt. Dat daardoor een kind met beperking 5 keer leert, meer leert en sneller leert dan in elke andere omstandigheid. Leren hebben we het over. Natuurlijk zitten deze kinderen op school, gedeeltelijk of met z'n allen. Jullie hebben wel eens contact met de docenten. Ja, we hebben contact met de docenten. Ik kan een heel mooi voorbeeld geven van de naamgever van de stichting, TES. TES zat in een klas met een rugzakje, want had het syndroom van Down. En die mocht wel meelopen in het basisonderwijs. Maar met een rugzakje hoef je geen rekening en geen schrijven en geen taal te leren. Dus als dat onderwerp aan de oude orde kwam, dan moest ze eigenlijk met een pop gaan spelen. Tot we op therapie waren geweest, toen zei die therapeut, maar dat moet je niet meer doen, hè. Want TES is eigenlijk voor een Downer heel slim, zit hij maar op de eerste rij. Wij zijn in januari geweest. En in juli kon ze lezen en schrijven. Omdat ze gewoon op de eerste bank was gezet en gewoon mee moest doen met het normale onderwijs. Dus ze leren wel heel snel en heel veel. Ook na de therapie. Waar staat het woordje TES voor? Dat was een van de gemakzuchtige opmerkingen van onszelf. We moesten destijds een naam verzinnen. TES van Brakel was het eerste kindje wat op de wachtlijst stond. En ja, we dachten, ja, dan noemen we het Stichting TES. We hebben wel in de loop van de jaren het logo veranderd, want eerst was het TES zelf als foto. En daar kregen we van te horen landelijk van, dat is niet slim, een bestaand kind te gebruiken als foto. Dus we hebben nu echt een logo met een kind dat een dolfijn letterlijk ondersteunt. Vandaar de dolfijn ondersteunende therapie. Wat kost een uitzending van één kind bijvoorbeeld naar Curaçao naar die therapie? Nou, ik zei al, als we het over het gemiddelde gezin hebben, de therapiekosten zijn ongeveer 6.500 euro. Daar krijgen ze 2 weken intensief therapie voor. Dan komt er uiteraard een dure ticket bij. Dat ligt er ook een beetje op de periode. Ga je in het hoogseizoen, zijn ze nog duurder. En vervolgens heb je natuurlijk, je zult er ook een verblijf moeten betalen. Dat alles maakt het ongeveer gemiddeld 14.000 tot 15.000 euro. Zijn er nog kosten aan verbonden voor de ouders zelf? Nee, kijk, de mensen die bij ons bij de sticht komen, die kunnen dit niet betalen. En wij vragen geen inschrijfgeld, we vragen geen financieel geld, bijdrage, helemaal niks. Alleen wij zijn van mening dat iedereen die betrokken is bij zijn kind en zijn beste toekomst wil bieden, tijd kan maken om te helpen. En mocht, we hebben wel eens een gezin gehad met 2 kinderen met een beperking,
dan zijn er altijd een opa en oma, de oom of tante, die namens dat kind kan komen helpen. Voldoen ze aan die inzet? Dat is de enige criteria waar ze aan moeten voldoen. We hebben het over financieel tegemoetkoming. Hoe komen jullie aan geld? We hebben in 10 jaar tijd heel veel evenementen georganiseerd. We staan op jaarmarkten. We hebben een aantal hele leuke sponsoren die ons trouw zijn gebleven. Maar we organiseren een waterpolo-toernooi, bridge drives, voetbaltoernooien. Overal waar wij denken dat we geld mee kunnen genereren, gaan wij gewoon proberen. En dan gaan we er succes van maken en een leuke dag. En uiteindelijk geld overhouden. Nog plaatsen voor sponsors of mensen die een bijdrage willen starten? Elke euro is bij ons welkom. Als een manneke van het voetballen komt en die zegt: ik heb dit jaar voor elk doelpunt dat ik gemaakt heb een euro voor jullie gespaard. Je komt 10 euro brengen, is voor ons net zoveel waard als de hoofdsponsor die 8.500 euro per jaar doneert. Want met elke euro zijn we blij. En elke mens die zegt: ik wil de stichting steunen, die wordt van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen. We kunnen desnoods voorlichting geven op de zaak of bij de Rotary Club. We doen alles voor de stichting. En elke euro is welkom, want hoe meer euro's, hoe meer kinderen we blij kunnen maken. Ik hoorde net van de voorzitter dat het nogal duur is, maar hoeveel kinderen per jaar kunnen er uitgezonden worden? Nou, als we zo blijven staan als de laatste 3, 4, 5 jaar, dan zitten we op gemiddeld 14 à 15 kinderen per jaar. Dan zagen we juist 2 ouders, die waren natuurlijk gelukkig. Zijn die uitgekozen dit jaar? Of? Ja, die stonden op de wachtlijst. Dan staan ze 1 en 2 op dit moment. En elke keer als wij 8.500 euro binnen hebben, dan maken wij een ouder blij met de mede van: je kunt duurde therapie boeken voor jouw kind. Dus, en dan gaat het systeem gaan draaien. Dan gaan we de therapie boeken en de periode uitkiezen. Tickets boeken, een goed verblijfplaats uitzoeken op Curaçao, dat het betaalbaar is voor de mensen. En daar, zo werken wij. Dit is natuurlijk een hele mooie dag die vandaag. Het is 10 jaar bestaan, hoor ik. Maar wie betaalt zoiets? Nou, we hebben voor het eerst een klein budget in de loop van de jaren elk jaar iets opzij gezet. Een heel klein bedragje. Dat budget hebben we niet nodig achteraf, omdat we van een aantal sponsoren een heel mooi bedrag hebben gekregen dat we bijna het feest helemaal voor niks kunnen geven. We zitten in een geweldige mooie omgeving hier in Moergestel. Het weer werkt mee, iedereen heeft plezier en ik hoop alleen dat we ten eerste een heel leuke dag hebben. En laten we hopen dat middels jullie uitzending, nogmaals, bij sommige mensen denken van: hey, misschien is het iets voor mij. Of een sponsor die denkt: nou, kunnen het die gasten. Neem alsjeblieft met ons contact op. En nogmaals, elke euro is er een. En het hoeft geen 10.000 euro's te zijn op zo'n Brabants. Elk biedje helpt.